Hoi studenten, welkom bij Netjes Nederlands. Het onderwerp van vandaag is: gaat Nederland verdrinken? Het KNMI zegt in een belangrijk rapport dat het weer in Nederland snel verandert. Als we niet minder broeikasgassen in de lucht laten komen, kan de zee wel 1,2 meter stijgen. Als het ijs op de Zuidpool sneller smelt, kan dit zelfs twee meter worden. Dat is een groot probleem voor Nederland, want een derde van het land zit onder zeeniveau. In deze video gaan wij kijken naar de consequenties en de oplossingen voor dit probleem. Het was een donkere nacht in 1953. Toen de zee besloot het land terug te nemen. Het was een zaterdag, de eerste dag van februari, toen de wind schreeuwde en het water van de Noordzee opsteeg met een kracht die niemand ooit had gezien. De dijken die al eeuwenlang de beschermers van het Nederlandse land waren, konden de wilde golven niet stoppen. Ze braken en het water stroomde. Over het land, over de velden, door de straten en de huizen in. Midden in de nacht werden mensen wakker, niet door de wind, maar door het koude, gevaarlijke water dat alles meenam. Vele dorpen in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland werden overweldigd door de zee. Deze vloed nam meer dan 1800 levens. Dit was de watersnoodramp. In 1953. Een tragedie, maar ook een les voor Nederland. Want hierna hebben wij de dijken versterkt. En we zijn begonnen aan de Deltawerken in de provincie Zeeland, een van de grootste en geavanceerde watercontrolesystemen in de wereld. Een derde van Nederland zit onder zeeniveau, en dit deel kan verdrinken als het water stijgt. Veel van de meest belangrijke steden zijn in dit gebied. Rotterdam, de grootste haven van Europa. Den Haag, het Nederlandse parlement. Utrecht, de hoogste kerk van Nederland. En Amsterdam, met de grootste coffeeshop van Nederland. Deze steden samen noemen we de Randstad. Als de Randstad overstroomt, kan de schade oplopen tot miljarden euro's. Huizenprijzen zullen eindelijk lager worden, maar niemand wil er meer wonen. Ook landbouw kan veel problemen krijgen. Als Nederland overstroomt, komt er vies water in de grond. Groente en fruit zullen dan niet meer zo goed groeien. En Nederland is een gigantische exporteur van landbouwproducten. Nummer 2 in de wereld na de Verenigde Staten. Dit zijn de consequenties, maar wat zijn de oplossingen? Na de watersnoodramp heeft Nederland veel geïnvesteerd in de dijken, in de bescherming van het land, de deltawerken. Maar nu met klimaatverandering hebben we een groter probleem. Nou, hiervoor heeft de overheid het Delta-programma geïntroduceerd. Ten eerste, een van de belangrijkste dingen die het Delta-programma wil doen is het versterken van de dijken. Dijken zijn grote wallen van zand, klei en steen die het water tegenhouden. Door ze sterker en hoger te maken kunnen de dijken het land beter beschermen tegen het stijgende water. Ten tweede. Het Delta-programma wil werken aan klimaatbestendige steden. Dit zijn steden die beter voorbereid zijn en zich beter kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld door straten en pleinen zo te maken dat het water makkelijk weg kan stromen als het hard regent. Zo blijven huizen en mensen droog. Ten derde, het Delta-programma wil moerasgebieden. Wetlands creëren om Nederland te beschermen tegen het stijgende water. Als het water stijgt, kunnen wetlands het water opvangen. Een beetje als een spons. Maar wetlands zijn ook goed voor de natuur. Ze bieden bijvoorbeeld een thuis voor veel planten en dieren zoals vogels, vissen en insecten. Door wetlands te behouden, preserveren en door ze aan te leggen, Zorgt Nederland voor extra bescherming tegen overstromingen, terwijl de natuur ook profiteert? In conclusie, we willen geen watersnoodramp 2.0. Maar de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert. Een derde van Nederland zit onder zeeniveau. Dus we moeten actie nemen. Daarvoor is het Delta-programma in leven geroepen. Met versterkte dijken, klimaatbestendige steden en wetlands hopen ze dat Nederland niet zal verdrinken. Zal het genoeg zijn? Netjes, dat was het verhaal. Vond je dit interessant? Abonneer dan op mijn kanaal en dan zien we elkaar snel. Bedankt voor het kijken en tot ziens.